Dag dames en heren, welkom bij de enige videonieuwsbrief ter wereld voor eventprofessionals en opdrachtgevers, e-Impact. En we hebben het u beloofd, we gaan kijken naar de eventtrends voor 2019. e-Impact wordt natuurlijk weer gemaakt vanuit de redactie van eventbranche.nl, samen met René Pauwelsen. En voordat we naar de trends gaan kijken, beginnen we met de cijfers. De Livecom Alliance, een interessante organisatie, ontstaan vanuit Maarten Schram van IDEA. Daar werken verschillende Europese brancheorganisaties samen op het gebied van eventmarketing en livecommunicatie. Wat zij ook doen is ieder jaar de onderzoeken bij elkaar brengen. En dit jaar zijn dat hele bijzondere cijfers, want eigenlijk in ieder staatje staat oranje boven. Zo is de vraag, wat verwacht u qua toename van de budgetten, door de Nederlanders verreweg het meest positief ingevuld. 59% geeft heel helder aan, ja, dat zal groeien. Gemiddeld in Europa zit dat ver onder de 50. Kijken we nou naar de toename van het aantal evenementen, dan zegt 2/3 van de Nederlandse opdrachtgevers dat dat zal gaan toenemen. In de rest van Europa, bijvoorbeeld België als voorbeeld, hangt dat zo ergens rond de 60%. En waar Nederland ook vorig jaar al met kop en schouders boven de rest van Europa uitstak, dat is het percentage eventbudget binnen het hele marketing- en communicatiebudget. En ook nu staan we bovenaan met 34% van het budget dat in eventmarketing en livecommunicatie gaat. Meer over dit onderzoek op livecomalliance.eu. Oké, wacht even Sjoerd. Nog even, voordat je doorgaat naar de eventtrends, wil ik nog heel eventjes iets belangrijks meegeven. En dat is op 6 februari het evenement Learn from the Best. Daar kun je live de jury sessies bijwonen van de Gouden Giraf Event Awards. We hebben inmiddels ruim 40 cases binnen en een evenement waar je bij moet zijn. Dus ga snel naar www.gouden-giraf.nl. Daar vind je alle informatie en kun je aanmelden. U heeft erop gewacht, de eventtrends. En het woord trend is altijd zo lastig, want een trend, ja, dat komt en dat gaat. Dit gaat over ontwikkelingen in het vak, maar met de hashtag eventtrends 2019 kunt u ze overal terugvinden. We hebben ze verdeeld in 3 lagen, macro, meso en micro. En ik neem u graag mee in 9 van de 20 door ons beschreven ontwikkelingen in ons vak. Beginnen bij het macroniveau. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen en hoe vertalen we dat naar eventmarketing en live communicatie? Een van de meest interessante trends die wij hebben kunnen benoemen is live brand politics. Iedereen is op zoek naar merken, naar bedrijven waar ze zich aan vast kunnen houden, die ergens voor staan. En het mooie is, we hebben een aantal voorbeelden gevonden waarbij een brand durft live in the open te laten zien, dit is ons standpunt. Kijk bijvoorbeeld maar eens mee naar de Unbreakable Rainbow. Just water and light, a symbol that cannot be burned, cannot be ruined. Ben & Jerry's met een prachtig voorbeeld van live brand politics. Echt een keihard statement gemaakt. In het verlengde daarvan kijken we ook naar contra-event marketing en logoles. Dat zijn evenementen waarbij eigenlijk het merk en de uiting van het merk helemaal naar de achtergrond wordt geschoven. En bijvoorbeeld de kennisoverdracht of het laten beleven van de bezoeker veel belangrijker is dan laten zien welk merk je bent. Shell deed dat tot imperfectie. Pieter Bas Boertje van DNB Event Marketing zei het al. We zijn op zoek naar CEO's, maar dan de Chief Event Officers. En dat is precies waar wij ook de stimulans moeten zetten. Want als het lukt om CEO's om te turnen in Chief Event Officers, omdat ze goed begrijpen hoe belangrijk live is in hun complete marketing- en communicatiepakket en in het neerzetten van een merk, dan krijg je zelfs persconferenties die een belevenis worden. Dames en heren, Pieter Zwart van Coolblue. Ik ben trots. En ik vind het heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb groot nieuws. Paul, Bart en ik hebben besloten om Coolblue te verkopen. U zegt dat Coolblue is verkocht. We zijn natuurlijk heel benieuwd aan wie.
We hebben een bod gekregen van een grote, bekende buitenlandse speler dat we gewoon niet konden weigeren. Ja, hallo. Ik snap niet wat de rationale achter deze overname is. Nou, ja, dat... Piet, zal ik die even beantwoorden? Kijk, Coolblue is een betrouwbare partij. En ik ken de jongens al jaren, dus van zo groot af. Dus het is eigenlijk een vanzelfsprekende keuze. Zou ik er nog één ding aan mogen toevoegen? Ik wil heel graag van de gelegenheid gebruik maken om ook namens Sinterklaas jullie echt ongelooflijk te bedanken voor het keiharde werk dat op dit moment verricht wordt om alle pakketjes op tijd bij onze klanten te krijgen. Dank je wel daarvoor. En natuurlijk wens ik jullie ook een ongelooflijk fijne blauwe pakketjesavond. Pakjesavond, hè, ja. Piet? Helemaal gelijk. Het mesoniveau, één laagje eronder. Ontwikkelingen die al heel dicht bij onze branche zitten. We keken onder andere naar circulair. U kent het wel, het is de overtreffende trap van duurzaam. En natuurlijk roept iedereen in de eventbranche, ja, maar een circulair evenement, dat kan toch niet? Het kan wel. Digital Festival. Mindfulness, yoga, tijd voor jezelf of het kind in iemand naar boven halen. Het zijn allemaal dingen die je in de marketing- en communicatiewereld hoort terugkomen. Wij, eventprofessionals, moeten daar ook eens een keer goed rekening mee houden. Stop met het volplompen van eventprogramma's en congresprogramma's. Zorg voor tijd voor de mensen, dat ze zelf kunnen kiezen waar ze naartoe willen. Dus bij deze, de groeten met moeten. En tot slot op het mesoniveau de extraperience, want wij moeten natuurlijk ook een marketingterm bedenken. Hierbij bedoelen we vooral dat het einde van het sponsoren van festivals met dat logo en die vlag, dat is echt, echt voorbij. Zorg voor een extra beleving voor de gast in je eigen merkwereld en dan hebben we het over een extraperience en persoonlijk een van de mooiste voorbeelden, de Miele Washing Machine. Het microniveau, daar zitten we echt al in onze markt. Kijk eens mee naar wat hier gebeurt. Het is een e-sports evenement. En de uitdaging aan u, want ik heb er verder geen uitleg bij, is als het u lukt om de kracht van deze evenementen, waar soms tienduizenden mensen naartoe gaan en alleen maar meekijken hoe iemand aan het computer is. Als u dat kunt vertalen naar eventmarketing, bent u spekkoper, staan wij op de stoep, want dat is een artikel waard. E-eventmarketing, doe er iets mee. Max Lloyd's looking for a target. Power Heels waiting in the wings. Come on, Protect Kang, it uses the culling. Oh, nice hook. A good channel. Flashes over the wall. De RAI bewees het al met de Event Industry Hackathon, waar verschillende disciplines samen gingen nadenken over een aantal topics in ons vak. Maar de hackathon-concepten die gaan in 2019 overal de kop opsteken. Het is ook logisch. Gooi verschillende kennissen en werelden bij elkaar in een snelkookpan. Ga op zoek naar oplossingen of naar andere manieren van denken. En in no time heeft u echt iets veranderd in uw bedrijf of met uw partners. De hackathon-concepten echt in de gaten houden voor 2019. De negende trend die we in de e-impact wilden behandelen vanuit de 20 eventtrends 2019... is alles wat op onze stoep ligt aan VR, augmented reality, robots. Er zijn zoveel mogelijkheden. En denk nou niet, het vervangt dat live moment. Nee, het kan aanvullend zijn. En het mooiste voorbeeld komt al uit 2015 in Rusland. Een auto die er nog niet was, werd geïntroduceerd in een locatie die er eigenlijk ook niet was. En u ziet aan de beelden de impact en juist ook de interactie
gebruik de tools die op onze stoep liggen. Hashtag EventTrends 2019. We hebben er in totaal 20. Dus als u ze allemaal wil zien, roep ik u op. Word lid bij EventBrunch. Dan krijgt u alsnog het magazine waar ze allemaal in staan. Wilt u dat graag? Ga naar www.eventbrunch.nl/abonneren. Om toch een beetje in lijn te blijven met de trends, hebben we ook René Pauwelsen gevraagd. Kijk nou eens wat er aan ontwikkelingen is waarvan je zegt, daar moeten we echt rekening mee houden. René kwam met iets heel bijzonders. Nou Sjoerd, of het zo bijzonder is, weet ik niet. Maar er is wel iets aan de hand. Want ja, als videomakers ben je natuurlijk altijd gewend om in de breedte te kijken. We nemen horizontaal op. Maar toen zag ik de CEO van Instagram dit vertellen. The tools we watch video are old and out of date. We still watch videos formatted for a TV on a vertical screen, which means we either have to rotate our phone awkwardly or watch a tiny little version, and that doesn't make much sense, does it? Our latest addition to the evolution of Instagram, long-form vertical video from the creators that you love. The big news is that we are now a global community of 1 billion monthly actives on Instagram. Als ik de CEO goed begrijp, wordt nu het apparaat leading in het maken van de content. En wat betekent dat dan voor je evenement? Gaat je opdrachtgever straks verticale content aanleveren? En wat betekent dat voor je scherm? Gaat je projector op zijn kant? Of ga je alleen maar staande plasma's gebruiken? We zien natuurlijk ook steeds meer video op evenementen. In het voortraject, in het natraject en live op het evenement zelf. Maar wat nu als heel veel mensen dat mobiel bekijken? Hoe zou dan bijvoorbeeld e-impact eruit zien in een staande variant? Dag dames en heren, welkom bij de enige videonieuwsbrief ter wereld voor eventprofessionals en opdrachtgevers, e-impact. Hoe het gaat weet ik niet, maar dat het niet weg te denken is, daar ben ik van overtuigd. Want een platform als Instagram met 1 miljard gebruikers gaat zeker iets in beweging zetten. Zoals Lisanne al zei, 6 februari Learn from the Best in Dus in Utrecht. Mooie locatie en een bak aan inspiratie, daar moet u naartoe. Maar dat betekent natuurlijk ook dat de awardshow van de Gouden Giraf er al aankomt. Dat wordt maandag 1 april in het Beatrix Theater in Utrecht. Ga naar www.gouden-giraf.nl voor kaarten. Maandag 11 maart, de eventbranche borrel bij Kamerijk in Kamerik, vlakbij Woerden. Prima te rijden vanaf de snelweg. Een bijzondere locatie met een heel bijzonder verhaal. En daarom zouden we heel trots zijn als we daar de hele locatie propvol hebben zitten. U bent van harte welkom als lid. Wilt u een keer komen kijken, mag dat ook. Hou eventbranche.nl in de gaten, want daar komt alle informatie over 11 maart, Brancheborrel, Kamerijk. Dat was hem, dames en heren, de 5e aflevering van e-impact. Dankjewel René Pauwelsen en aan u, kom naar de Gouden Giraf. www.gouden-giraf.nl, daar moet u bij zijn. Tot de volgende keer, tot de volgende e-impact.